Soms vind ik het ook altijd heel knap als mensen zo een idool hebben. Maar ik heb meer altijd het racen als een enorme uitdaging gezien. En altijd gedacht van, wat kan ik doen om een betere zeiler te worden? En op een gegeven moment ga je denken van, oké, ik begin het offshore zeilen, het offshore leven, het racen te begrijpen, te leren. En op een bepaald niveau te komen van, wat gaat nu het volgende doel worden? Het is niet meer alleen maar het begrijpen, maar het is ook van, waar ga je dat naartoe toepassen? En toen werd het de Ocean Race. Dit is voor mij geschreven. Ik ben fit, ik ben jong, ik ben eager en ik hou van een extreme uitdaging. En toen dacht ik van ja, wat moet ik gaan doen om daar te kunnen gaan zijn op die Volvo 65? De boot voer regelmatig rond en toen ben ik daar naartoe gegaan. En ik zei ja, ik wil met jullie mee, ik wil varen, ik wil uren maken, maar ook meehelpen met refits en de boot van binnen en van buiten leren kennen. Want als je op zee bent en er gebeurt wat, ja, je moet het met elkaar oplossen. Dus het niet alleen maar een goede zeiler zijn, maar ook secondary skills en je verdiepen in andere dingen die het zeilen mogelijk maken. En zo is de Ocean Race een realistisch doel uiteindelijk geworden en zijn we dat nu aan het varen. En je moet gewoon keihard werken om te staan waar je staat. En ik geloof voor iedereen die hier een Ocean Race vaart, die hebben er allemaal zoveel energie in gestoken. En je leeft dit. Het is een lifestyle en je moet er heel veel voor laten, maar je krijgt er ook heel veel moois voor terug. En ja, zolang je dat je energie geeft en jezelf kan verbeteren, ja, hoe cool is dat? Ja. Op het moment dat ik doelen stelde, dus je hebt een langetermijndoel en kortetermijndoelen. Langetermijndoel is een ambitie, een droom, kan een realistisch doel worden, maar kan heel ver weg staan. Maar in de tussentijd korte doelen stellen, dus over anderhalve maand wil ik in plaats van weet ik veel hoeveel kilo in de gym kunnen optillen, wil ik 5 kilo meer kunnen optillen. Ik noem maar wat. Over een half jaar wil ik meer kennis opgedaan hebben over hoe je lijnen kan splitsen. Je moet ook uitvinden waar je interesses liggen. Hoe kan ik een betere zeiler worden? Dus je moet jezelf fit houden, je moet extra kennis opdoen. Wat is mijn positie aan boord? Waar kan ik het beste skills toevoegen? Ga daar meer in verdiepen, ga literatuur lezen. Ga varen, ga met verschillende boten varen. En je leert van elk team, leer je weer wat. Bij sommige teams denk je, misschien zou ik het niet zo doen. En bij sommige teams denk je, zo, dat neem ik weer mee naar mijn volgende project of naar mijn volgende boot waarmee ik vaar. En ik denk, als je zo je doelen kan blijven stellen, heb je altijd iets om aan te werken om naar je grotere doel toe te gaan. Maar ja, nummer 1 is plezier hebben in de sport. Ja. En dat uitstralen.